Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een wolkenband over Nederland. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd regen in het midden. En in het noordoosten valt winterse neerslag, meestal in de vorm van sneeuw. Het wordt tijdelijk wat droger, er valt nog een enkele bui in het zuiden. En vanochtend is het min 2 tot plus 8 graden. En vanmiddag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau. Het blijft vriezen in het noordoosten en het wordt een graad of 9 in Zeeland, waarbij de bewolking overheerst en er af en toe een bui valt. Aan het eind van de middag nadert van het zuiden uit een nieuwe regenstoring. En die brengt op de weg naar het noorden winterse neerslag met zich mee. Vanaf, laten we zeggen, over ijzel met wat natte sneeuw en ijzelkansen in het noorden van het land. Het kan opnieuw spekglad worden. En ook morgen blijft er nog kans op wat lichte ijzel in het noorden, hoewel het wel steeds vaker droog wordt. In het zuiden kan de zon af en toe doorbreken, daar wordt het 7 of 8 graden in het noorden, in het Noordoosten blijft het gewoon vriezen, met een maximum van min 2 of min 3. Ook woensdag in het noorden nog temperaturen rond het vriespunt en in het zuiden 8 graden. Er kan een enkele buivallen en bewolking overheerst. Vanaf donderdag wint de zachte lucht, vriest het nergens meer en valt er van tijd tot tijd flink wat regen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.